Het is maar goed dat hier niemand in zat in deze auto aan de Malerstraat in Tilburg. En ook zonder boom is dit beeld toch heel indrukwekkend als je ziet hoe groot de schade is. Het takelbedrijf haalt alleen de auto's op die absoluut niet meer kunnen rijden doordat er takken, bomen of dakpannen opgevallen zijn. Ja, de takelbedrijven hebben het er maar druk mee. We zijn vandaag in Gilze en hier zijn gisteren en vandaag 7 auto's binnengebracht die schade hadden door de storm. Over ons werkgebied in Gelderland en in Brabant, in 12 vestigingen, hebben wij 40 schades gehad die weer gerelateerd zijn. Waarvan een 30-tal in Brabant en een 10-tal in Gelderland. Waaien deed het vandaag nog steeds. De boswachters namen de schade op. Ja, het is nog wat keer gegaan gisteren. En er zijn behoorlijk wat bomen om. Ja, ik denk in Zuidoost-Brabant, gezien de meldingen en zo, zijn het er zeker wel honderden. Vlakbij kasteel Hezen gingen meerdere populieren om. En eigenlijk zijn die bomen ook bedoeld om te oogsten, snel hout te krijgen. 40 jaar laten staan en dan allemaal massaal oogsten. Alleen ze zijn voor de natuur zo belangrijk dat wij zoiets hebben van laat maar staan. Nou ja, en uiteindelijk bepaalt dan de natuur voor ons, de storm, wanneer dat ze worden gerooid. En dan Eindhoven Airport. Daar besloten de vliegtuigmaatschappijen zelf dat vliegen te gevaarlijk was. Voor het personeel op het platform was het onverantwoord nog te werken. En toen hebben wij gezegd, we leggen dat nu stil. Dus dan heb je het over mensen die de bagage uit de vliegtuigen halen of erin leggen. De trappen bij de vliegtuigen neerzetten. En dan nog even de boswachter met een waarschuwing. Van jongens, let een beetje op waar je loopt. En zie je bijvoorbeeld nog een tak ergens boven in de kruin hangen die loshangt. Ja, hij kan naar beneden komen. Dus dan hebben we ook wel graag dat we daar even op worden geattendeerd.